Door de droogte is er een kerstbomentekort. We gaan zo meteen langs bij verkoper Jan Lammersen. 1 Twente vandaag. Van een voedselbos in Enschede naar meerdere voedselbosjes in Hengelo, zou je kunnen zeggen. In de metaalstad zijn ze namelijk ook bezig met de gezond en lokaal geproduceerd voedsel. Vraag maar aan Marian Rupert en Marnix Morsing van het project Goor Etten in en een Hengel. Ik ben ook geen Twente daar, hè, maar ik denk ongeveer zo goed is. Ik doe het niet meer. Ze beginnen klein in de Hengeloze S, maar willen hun concept uitrollen over de hele stad. Marian is bij ons in de studio en Marnix hangt aan de lijn. Welkom allebei. Dankjewel. Ja. Marnix, om bij jou te beginnen. Jij bent de reden dat we eigenlijk vandaag hierover gaan praten. Want jij won afgelopen week een Overijsselse vrijwilligersprijs. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik was bijzonder verrast. Een soort vroeg Sinterklaas cadeautje. Ja, nou, dat ik bedoel maar. We komen er zo meteen nog verder over te spreken, Marnix. Prima. Dan ga ik eerst even met Marian over God en in en een hengel praten. Wat een tongbrekers, zeg. Hoe hebben jullie dat zo bedacht? Nou, wij houden hem korter bij God en. Oh, Goor Etten. En even voor Henk. Henk is een Zeeuw. Wat betekent dat? Ja, ik kan het vertalen. Dit, oh, denk dit ik. Wel. Oké, okay, daar gaat het uit. Denk je gewoon, hè? Ja, kijk, dat weet ik dan weer wel. Goed eten. Maar en wat betekent dat precies? Wat is dat voor project? Wij willen een beweging op gang helpen, op gang brengen voor gezonde en lokale voeding. Gezonde en lokale voeding. En het gaat om beweging. Dat klinkt heel breed. Maar hoe komt dat dan concreet tot wasdom? Wat voor dingen gebeuren er? Nou, een voedselverkooppunt door boeren en stadsen te verbinden. Mm-hmm. En een voedselverkooppunt te organiseren, van de grond te brengen. Mm-hmm. Voedselplekken in het openbaar groen bijvoorbeeld. Ja. En misschien hopelijk een voedselbos in de toekomst. Of iets van stadslandbouw. En ook een cursus oogsten. Wat is stadslandbouw? Stadslandbouw is het verbouwen van groentes. En op een wijze van permacultuurwijze. Dus lokale groentes. Oké. Okay. Ja. Maar in de stad? Of, aan de rand van de aan stad. Aan de rand van de stad, ja. Ja, precies. En een voedselbos, ja, we hadden het er net over. Maar dat is dus een letterlijk eigenlijk een bos waar je gewoon vruchten van de bomen kunt plukken. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, en ja. Planten. Ja. Hey, maar ik hoor jou dus zeggen, de rode draad is lokaal voedsel en gezond voedsel. Ja. Misschien omdat bij dat gezonde, daar kunnen we allemaal wel een idee bij krijgen. Maar vanwaar dat lokale aspect? Wat is de gedachte? Met de boeren om Hengelo heen, om daar wat meer verbindingen te leggen. Dat vrijwilligers voeding wat zij produceren ophalen. En wij willen graag werken voor mensen met ook een kleinere beurs. Mm-hmm. En veel door geïnteresseerden laten doen. Ja, maar als jij het hebt over mensen met een smallere beurs en gezond eten, dat is vaak ingewikkeld, toch? Nee. Niet? Het is alleen niet bekend hoe dat kan. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de hele wildplukbeweging. Maar je hebt ook hele simpele recepten met seizoensgebonden groentes. Met knollen en bollen. En dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Mm-hmm. Maar we zijn heel veel dingen vergeten. Dus wat er ook bij hoort is dat we samen met groepen mensen gaan aanplanten, oogsten, dingen gaan maken. Dus gezond eten hoeft niet per se duur te zijn. Want dat is altijd een beetje de gedachte. Hè? Waarom ook mensen die gewoon wat minder te besteden hebben sneller naar de patat grijpen bijvoorbeeld. Al is dat nu ook duurder geworden door de olie en gauwhoer. Dus dat je dat eigenlijk, dat je gezond eten op een goedkopere manier dichter bij de mensen brengt. Ja, ja. Door de mensen daar meer mee over te vertellen. Ja. En dat doen jullie, want dat Goor Etten, dat is best wel een omvangrijk project, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat jij hier zit en samen met Marnix iets hebt bedacht. Er zitten verschillende partijen mee die ook nog samenwerken en dat soort dingen? Ja, we hebben mooie partijen gevonden. Wel bij ons, de gemeente, FC Twente scoren in de wijk. En ook de wijk, het Geerdinken wijkcentrum. Zij doen... Zij zijn allemaal enthousiast over. Wat is dat? Is dat nodig om al die partijen van wat is er nou nodig om die dingen? Want ik hoor je nogal wat ambities uitspreken, hè? Akkers aan de rand van de stad, zo zie ik het dan voor me. In ieder geval een voedselbos en ik weet niet wat er allemaal nog meer. Verkooppunten.
Kijk, mag ik daarop inbreken? Ja, zeker, maar niks. Ga je gang. Heel mooi. Kijk, als je een breed project wilt neerleggen... met een aantal fixe doelstellingen waar ook met name burgers bij betrokken zijn... zul je in de stad en in de wijk een groot aantal partijen bij elkaar moeten brengen... die dat gaan ondersteunen. En ik denk dat dat met ons project aanvragen en de goedkeuring daarvan... eigenlijk heel mooi gelukt is. Ja. Staat ook niet bij jullie op de site, dat wil ik beslist noemen. Maar Jan, ik en Drees zijn wel zwaar degene die het initiatief bedacht hebben... en op de aanvraag hebben bezorgd, maar... Nee. Het project wordt uitgevoerd omdat het plaatsvindt in het burgerpark het Beursdag. Door de vrienden van het Beursdag. Ja, en dat ja. zijn de formele uitvoerders. En dat zijn ook denk ik de meest aangewezen personen om dit in de breedte van de grond te brengen en in de breedte uit te bouwen. En als je dan hebt over, want dat hoorde ik Marianne ook net zeggen, hè, vooral samen met inwoners het ook doen. Ja. Vrijwillig neem ik ook aan, regelmatig. Wat is dan hun taak? Wat doen ze? Nou, dat kan de taak die zij hebben verschilt op een groot aantal dingen. Het kan zijn dat ze deelnemen aan daar waar er kennis ontbreekt aan cursussen. Het kan zijn dat ze deelnemen aan de aanplant van zaken. Ze worden betrokken bij het ontwerp als het gaat over een stukje in de eigen wijk. Dan gaan ze meedenken, gaan een stukje onderhoud doen. Dus wij zeggen altijd, die is van, voor en door bewoners. Ja, maar is nou, want ik weet niet of dat zozeer de doelgroep is, hè, mensen met een smallere beurs, maar weten die dit soort initiatieven wel te vinden? Of is het gewoon gemakkelijker om misschien toch even die snelle hap te halen bijvoorbeeld? Nou kijk, het is natuurlijk zo, het is ontstaan. Ik bedoel, een van de drie initiatiefnemers is Drees Kroes. Niet onbekend vanuit scoren in de wijk betrokken. Met name de mensen die het harder nodig hebben dan andere mensen. Maar natuurlijk, een ieder is nodig. En op het moment dat een ieder zich inzet, ook net zoals je nu op dit moment in de Hengeloze S al krijgt door de verbouwingen, dat je, zeg maar, ik noem het al de kruisbestuiving krijgt, en mensen voor een deel enthousiast worden. Ja. Mensen met een smalle beurs, en Marjan gaf het net al aan, er zijn een heleboel dingen die zijn niet bekend, maar die kun je eigenlijk heel goedkoop krijgen. Mm-hmm. En dan komt een tweede bij, op het moment dat de lijnen heel kort zijn en je voedsel uit de vlakke omgeving krijgt, moet je ook verwachten dat door die korte lijnen een prijstechnisch wat te doen is. Ja, maar moet me dan concreet voorstellen, want jullie hebben het over verkooppunten, dat ik bijvoorbeeld naar zo'n verkooppunt toe ga, daar worden die lokale producten die ergens in een van die plekken waar je het over hebt verkocht, door de smalle lijntjes zijn die ook goedkoper en daar kan ik dus gezond en goedkoop eten. Ja, ik hoorde net bij je vorige spreker in Enschede een initiatief en je moet het vergelijken in zo'n verkooppunt dat het ook in het Hengeloze plaatsvindt. Ja, het klinkt heel logisch eigenlijk, hè? Ja, het klinkt heel logisch en daarom denk ik ook dat je een project goedgekeurd krijgt. Ja, nou ja, goed, maar ik zit tegelijkertijd te denken, ja, hoe is het dan zo ontstaan dat we heel veel van ons eten natuurlijk outsourcen naar het buitenland en dat juist die lijntjes lang zijn geworden? Dat is ook wel omdat daar gezegd werd, dat wat ik heb geleerd en als met aardrijkskunde, maar correct me if I'm wrong, dat als je dingen op samen verbouwt, bijvoorbeeld dat ze dat in Spanje goedkoper kunnen doen dan hier en dat dus zelfs met vervoer erbij het alsnog goedkoper is om het daar te verbouwen. Ja, okay. Kijk, goedkoop is één ding en ik denk dat daar de hoofdinkopers van de grote supermarkten dus ook heel goede lessen hebben geleerd. Maar bekijk ik het nu in totaal, en dat zie je langzamerhand steeds meer, want op die tijd wordt, dan denk ik dat het, je hebt het korte termijn gekoop en dan betaal je er heel weinig voor, en je hebt het lange termijn gekoop, waardoor je later allemaal kosten krijgt van herstellen enzovoort enzovoort. En dat is ook een doel bij ons, om zeg maar biodiversiteit en duurzaamheid in het project te brengen. Ja, oké, okay, maar het korte termijn wordt ook goedkoop, toch? Als in, gaat echt wel goedkoop groente aanbieden. Dat is wel de bedoeling van ons, ja. Hey Marnix, over iets heel iets anders, want begonnen we het gesprek mee. Je hebt de Overijssels Vrijwilligersprijs gewonnen. Je zegt je bent verrast, maar wat betekent dat eigenlijk? Wat heb je nou gewonnen? Is dat puur een ereprijs? Of? Ja, je moet het zien als gewoon ik noem het maar even een aanmoedigingsprijs voor een goed initiatief. Ja. En kijk, ik vind de prijs hartstikke leuk, maar ik zeg al, de prijs is de bijzaak. Het project en de doelen die je ervan hebt zijn de hoofdzaak. En daar willen we verder. En dat ik daar zelf een leuk briefje voor in huis heb gekregen. Hartelijk dank, ik vond het ook heel gezellig. Maar dat is niet het belangrijkste. Is het terecht, Marianne, dat ik die hem heeft gekregen? Ja, het is niet simpel om een Europese subsidie binnen te halen. Kijk, ik heb het voordeel in de drie initiatiefnemers. Ik heb ook vanuit mijn vorige werk
met het doen van grote subsidieprojecten, zowel nationaal als internationaal. Dus ik weet een klein beetje hoe de hazen lopen. En daarvoor wat geschikt om op een gegeven moment zo'n subsidie over de binnen te halen. Ja, dat is waarom je hem hebt gekregen, deze over vrijwilligersprijs? Ja, ik vraag het maar. Ja, nou ja, goed, ik weet niet. Er zal vast een rapportje ergens liggen van de jury, toch? Ja, natuurlijk. Ik heb mij daarvoor behoorlijk wat ingezet. Ik heb ook tijd. En ik denk dat stukje waardering opgeleverd heeft om mij die prijs te geven. Nou, daar ben ik ook heel dankbaar mee. Ja. Dik verdiend, want we zijn er. Hij is er ruim 2 jaar mee bezig geweest om de subsidie aan te vragen. En op vrijwillige basis gewoon geld binnenharken. Precies. Ja. Om maar in voedselbos termen te blijven zitten denken. Ja. Even terug naar Marianne hier in de studio. Jullie willen ook kooklessen gaan geven, hè? Want daar werd net even bij het voedselbos van Wagelen Samen in Enschede werd er ook een beetje aan gerefereerd. Van, misschien kun je lessen geven ook, hè? Wat Marnix net ook al een beetje aangeeft. Onderwijzen. Hoe ziet dat eruit in zo'n kookles? Hoe moet ik dat voor me zien? We gaan het kader opleiden. We gaan een kader opleiden die weer kooklessen gaan geven. Dus zo moet je het zien. En dan beginnen we ergens in februari en dan maart, april weer. Nou, in februari heb je bijvoorbeeld het zevenblad. Wat iedereen, daar maken we lekkere dingen van, als een pesto. En nou ja, langzamerhand kunnen we overgaan naar de smoothies. En ja, dan komen de vlierbloesems. En nou ja, dat is wat met de eerste binnenschiet. Ja. En nu zijn bijvoorbeeld van de boeren de bieten en de knollen aan de beurt, waar je dan lekkere dingen mee kunt maken. Want je hebt ook brandnetels, heb ik begrepen, in je kooklessen. Ja, lekker. Er is geen mooiere plant dan een brandnetel. Ja, hartstikke lekker. Als je weet wat je daar allemaal voor mooie dingen van. Je kunt het zaad en de wortels en je ziet me helemaal glunderen. Ja, nou ja. Ik ga voor brandnetelkaas. Henk is fan van brandnetelkaas? Een brandnetelkaas. Maar brandnetels, als je die goed opvouwt, met die stekels heel goed, kan je ze ook heel goed rauw eten. Ja. Maar je moet ze wel goed opvouwen, want anders gaat het echt mis in je mond. Dat weet ik uit ervaring. Ja, ik ben een keer in een bosje brandnetels beland. Door niet nader te noemen persoon. Dat is niet fijn. Dat hoeven we niet te weten. Nee, precies. Maar als je ze eet, dan kan het goed zijn. Soep kan je er ook heel goed voor maken. Maar even terug naar zeg maar, jullie zeggen van kooklessen. We willen vooral door de inwoners het ook tot stand laten komen. Daar is veel vrijwillige bijdracht voor nodig. Zijn er genoeg mensen te vinden in de Hengeloze S bijvoorbeeld, of breder in Hengelo, die dit willen doen? Nou, ik denk dat Marjan daar heel goed een antwoord op kan geven. Want in het voortraject hebben we zelfs met ondersteuning vanuit de provincie de nodige organisaties in de buurt actief en de nodige mensen benaderd. En dan kreeg je al, zelfs voordat we gestart waren, was er al een gigantisch grote respons. En je zult natuurlijk altijd beginnen met de mensen die het meest geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om eraan deel te nemen. Maar op het moment dat je dat in de breedte goed managt, verwachten wij zeker dat daar ook gewoon van allerlei andere burgers in de wijk dan wel in Hengelo bij betrokken worden. Scoren in de wijk is bekend in het verleden om daar vrijwilligers en mensen te activeren. Heeft niet voor niks een plek in het project gekregen. Medio december lanceren we een eenvoudige website en geven we meer informatie. En dan vanaf die tijd kunnen vrijwilligers die daar een taak in, die daar iets in willen doen, kunnen zien wat wij vragen en kunnen ons benaderen. Ja, en wanneer zijn dan de eerste tastbare voedselachtige producten er? Of weten we dat helemaal nog niet? Ja, we hebben nu al bij de Heemtuin IVN een hele grote bak aangeplant met eetbare planten. En daar kunnen we het voorjaar ook van plukken. En we gaan het nieuwe gebouw van de IVN mogen we gebruiken als kook- en cursusruimte. In het Weusdagpark. In het Weusdag. Ja. Nog een kleine opmerking naar aanleiding van de vorige spreekster. Wij hebben op meerdere plekken voedselplantenplekken gepland. En de grootste in het burgerpark zelf, zeg maar voedselbos, stadslandbouwplek, dat moet minimaal 1,5 hectare worden. Dus ik heb het niet over 7.000 vierkante meter, maar ik heb het over 15.000 vierkante meter. Kijk, Hengelo gaat er even dunnetjes overheen. En daarnaast hopen we nog dat ook door de bewoners zelf in de wijk, dat daar een leuk idee in uitkomen. Dat ze bij hun eigen tuintje, plantsoentje in de achterstukje voor zichzelf kunnen gaan aanplanten. Ja, nou ja. Wanneer daar de eerste schop in de grond gaat, dan horen we het ook graag. Dan zijn we erbij. We houden je op de hoogte.
Marianne Rupert was hier in de studio en Marnix Morsink aan de telefoon. Dank jullie wel. Veel succes met het project. Dank je wel.